Ja, ik sta hier vandaag bij de Opa Klare Dag. U zult een compilatie zien. Ik heb twee clownen bij mij. Het is hartstikke gezellig. Veel plezier met kijken. Als vrijwilligers voor Opa Klarendag. Hartstikke mooi en dat is zeker een bloemetje waard. En ik zie al dat de kinderen staan te popelen om te spelen. Ik wil jullie ook allemaal heel veel plezier wensen vanmiddag. En ook nog mijn grote dank uitspreken voor de 60 vrijwilligers die dit ook vandaag weer mogelijk hebben gemaakt. Hoe is het vandaag op de Open Klare Dag? Nou, gezellig. Het loopt lekker vol. Dus ja, we hopen dat het nog beter wordt. En het is niet alleen hier, maar ook bij de Hazelder. Dus we gaan via Renhuifka richting de Hazelder en daar vandaan weer terug richting de Roodstraat. Nou, ontzettend leuk. Dat is nieuw, zei. Dat is nieuw, oké. Okay. En jullie zijn allebei al heel lang vrijwilliger. Hoe is dat om bij de Open Klare Dag vrijwilliger te zijn? Dat is heel leuk werk. Dus echt, we zitten echt in de Open Klare Dag commissie, een heel leuke groep. Dus dat is echt, als je er weer naartoe gaat, dan ga je gewoon weer gezellig zien elkaar weer. En dat is gewoon één stuk gezelligheid. Je weet zelfs niet meer hoe lang jouw vrijwilliger bent. Nou, wij zijn al heel lang, maar precies weet ik ook niet. En u heeft zojuist een bloemetje gekregen? Ja. Hoe was dat? Het was heel verrassend. Nee, heel, of niet, Nico? Ja. Wisten we niks van. Dus soms houden ze dingen achter, hè. Nou, je weet niet altijd alles. Dat is wel heel leuk. Nou, hartstikke leuk. En het is een ontzettend mooie dag. En hoeveel mensen zijn er al ongeveer? Nou, ik denk dat er nu al wel een 200 mensen zitten. Met de ouders erbij zit je er al gauw aan 400. Nou, het is nog vroeg op de middag. Ik hoop dat er nog heel veel mensen komen. Succes met de volgende Opa Klare Dag.